welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie het nieuwe homescherm van de nieuwe Homey app laten zien. Als eerste zien we links bovenin de profielfoto. Daar kun je op tikken of klikken. Nu krijg je de thuis- en wakkerstatus te zien. Deze kun je hier eventueel handmatig aan of uitzetten. Heb je de wijziging gedaan, klik dan op opslaan en de wijziging wordt doorgevoerd. Onder de profielfoto zien we favoriete apparaten. Hier kun je alle apparaten instellen die je vaak gebruikt of die je handig vindt. Door opzij te swipen kun je de eventuele andere apparaten zien. Hoe stel je een apparaat in? Dat doe je door op het tandwieltje naast de tekst te klikken. Nu krijg je alle apparaten te zien die je eventueel kunt toevoegen aan de favoriete apparaten. Hoe doe je dat? Dit doe je door op het plusje naast het apparaat te klikken of tikken. En je ziet nu dat hij bij favoriete apparaten staat. Wil je de volgorde nou wijzigen? Dan tik je op de drie streepjes en sleep je hem omhoog. Vind je de volgorde zo goed? Tik dan op het zwarte vinkje rechtsboven in de hoek en je instellingen worden opgeslagen. Wil je de knop nou weer verwijderen? Klik je weer op het tandwieltje naast de tekst. Tik één keer kort op de drie streepjes. Klik OK. De knop is nu uit de favorietenlijst, maar om ook de instellingen van kracht te laten worden, tikken we nog eventjes op het zwarte vinkje rechtsboven in de hoek. En zoals je zult zien, is nu de knop weer weg. Onder favoriete apparaten zien we favoriete flows. Hier kun je alle flows neerzetten die jij handig vindt of vaak gebruikt. Ook hier geldt dat als je op het tandwieltje naast de tekst klikt, je alle flows krijgt te zien die je kan gebruiken bij de favoriete flows. En door op het plusje te tikken, komt je bij de favoriete flowlijst te staan. Wil je de volgorde wijzigen, dan tik je weer op de drie streepjes naast het apparaat of de flow en swipe hem omhoog. Is de volgorde goed? Heb je de wijziging gedaan? Tik dan op het zwarte vinkje hier rechtsboven in de hoek. Onder de favoriete flows zien we de tijdlijn. Op de tijdlijn vind je de wijzigingen qua thuis- en wakkerstatus en je vindt je ook alle updates. Dit is het nieuwe homescherm. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en ik zie jullie graag weer bij een volgende video.